chefsfriends.nl. Als je naar het totaalbedrijf Coerhouse kijkt, zeg maar, dan neemt Weefs daar een hele duidelijke positie in. Eigenlijk al het F&B is gebouwd om Weefs. Dat hebben we ook altijd zo gewild. Zeg maar, het moet niet zo zijn dat je in de bar iets anders eet dan dat je in het restaurant eet. Dus alles zit op één lijn en wordt doorgetrokken. Dus Weefs is eigenlijk de leidraad in het Coerhouse Hotel. Weefs is ook verantwoordelijk voor het ontbijt. Weefs is verantwoordelijk voor het gebak. Weefs is verantwoordelijk voor de bar items. Straks het terras, dat draait om Weefs. Weefs is echt ons speerpunt. April verleden jaar zijn we open gegaan en het was blanco. In de eerste 3 maanden dat ik hier was, heb ik denk ik 50 couverts meegegeven over 3 maanden. Dat waren puur wat hotelgasten. Dus we hadden eigenlijk geen status meer. We hadden weg niet meer. Het was weg, het was op. We hebben ook verbouwd en we willen iets heel anders neerzetten. Ik wilde Coerhouse het vroeger de status van het is heel chic en statig. En wij willen eigenlijk dat Coerhouse gewoon open toegankelijk is voor iedereen. Je moet hier een goede clubsandwich kunnen eten. Maar je moet ook voor weer voor het tarbotgerecht komen. Of je moet komen voor oestertjes of wat dan ook. Ik denk dat wij langzaamaan opklimmen. Ik had nooit verwacht dat wij in het eerste jaar al die bladen zouden halen. Sterker nog, ik was er niet eens mee bezig en ik was vol verrast. Tot je daar dan wel in staat en wel ja, tot je daar een erkenning in krijgt. En wij zijn nu zeg maar op 1/3 van wat ik zou willen. Maar we moeten groeien. Dus ik zie ons wel dit jaar nog fors stappen vooruit maken. En ik hoop dat we er ook de erkenning voor krijgen. En het hoeft voor mij geen Michelinster te zijn, helemaal niet. Dat is iets wat me totaal niet bezighoudt. Maar het restaurant moet stabiel worden, dan moet vol zitten, die gast moet tevreden zijn. Die gast moet met een glimlach vertrekken en ik moet 's ochtends met een glimlach hier naartoe fietsen. Ik zou het liefst iedere dag nieuwe gerechten willen doen, alleen ik besef me ook dat dat niet gaat. Daar ben ik gelukkig al wat rustiger in geworden. En eigenlijk vroeger werd de kaart veranderd. Er gingen in één keer 30 gerechten en nu doen we dat per week of per 14 dagen. De gerechten worden veel beter uitgekoud. En dan als ze op de kaart staan, worden ze nog bijgetuned en bijgeschaafd. Ik ben meer een kok van, ik wil graag verrassingseffecten in een gerechtje hebben. Ik wil graag ook minder zout gebruiken, dus ik gebruik veel meer producten die zout kunnen vervangen, zoals yuzu of kaneel of salie of wat dan ook. En ik probeer, wat ik al zei, in dat gerechtje en moet een soort bite komen aan mijn ogen zitten. Huh? Wat leuk. Ja, dus we hebben nu gemarineerde yuzu waar we heel veel mee doen. Ja, ik vind het dan toch grappig als je dan in een gerechtje zit te eten, dat het op een gegeven moment na een aantal tellen pas naar voren komt. En dat is denk ik meer marksmeets. Dat is meer eigenlijk het geraffineerde in een gerechtje waar je aan begint te eten en dan denk van wow, wat is dit? Ik denk dat op dit moment op de kaart staat tarbot, gevuld met oestertjes. Die wordt dan gegrild en dan heel langzaam gegaard, zodat eigenlijk die oester in de binnenkant nog zijn rauwheid behoudt. En er zitten aardappeltjes bij gekookt met lorier en kruiden. En dat vocht dat gebruiken we weer om de saus te maken. Ik ben ook namelijk een kok die graag, ik gooi het liefst zo weinig mogelijk weg. En daar doen we een schoefnoedeltje bij. Dat is eigenlijk een Oostenrijks noedeltje op basis van kwark. Dat je denkt dat je een soort heel vettig ding krijgt, krijg je eigenlijk een heel fris iets. Dus vandaar, dat is eigenlijk typisch marksmeetsgerecht. Waar contrasten, waar het oestertje in tegenkomt. Maar dat moet er wel heel mooi, nog helemaal glazig zijn. Om mijn 18 heb ik op Scheveningen gewoond. Dan was het een bruisende badplaats. Ik ben 45. En een jaar geleden dacht ik, god, wat is dit dan? Maar nu de pier is opgeknapt. Een stukje boulevard, ze gaan nog meer dingen hiervoor het Coerhouse opknappen. Dus ik denk dat Scheveningen groeit. En ik denk, als de zomer mooi aanslaat, na deze zomer mogen strandtenten blijven staan, waar ik ook een voorstander van ben. Dus dan krijg je nog meer reuring. Want eigenlijk als de strandtenten weg zijn op Scheveningen,
Daar blijft er niet zo heel veel over meer als de pier en het koerhuis. En dan wil ik niemand erin tekort doen. Maar ik denk dat als het allemaal door mag gaan wat de plannen nog zijn, en waar de gemeente ook best wel behoorlijk wat geld in pompt, hoop ik dat Scheveningen met het koerhuis als middelpunt over nu en een jaar weer helemaal bruisend is. ChefsFriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer ChefsFriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.